Meneer Pechtold, u bent vandaag in Almelo. Waarom bent u hier? Ja, een van de leerlingen die had me alles benaderd voor een werkstuk. En nu zei ze, kan je niet ook eens een keer voor de klas komen vertellen wat je in de politiek... Ik heb 25 jaar in de politiek gezeten. Wat je er allemaal hebt meegemaakt. Nou, dat vond ik een leuke uitdaging. Dus een carrière switch naar docent? Heb ik wel eens over gedacht. Mark Rutte geeft nog steeds iedere vrijdagochtend les. Vind ik heel knap dat hij dat doet. Maar ik weet niet of ik ze rustig zou weten te houden. En u hebt net vragen gekregen van leerlingen. Wat vond u van die vragen? Goed voorbereid, want ik ben al 5 jaar de politiek uit. Dus ik dacht, nou, die weten absoluut niet meer wie ik ben. Maar kennelijk hebben ze goed filmpjes gekeken. Want de vragen waren behoorlijk goed. Dat is mooi. En bent u al in Almelo geweest? Ik ben hier in de regio geregeld, want het CBR neemt hier ook, en ik ben nu directeur van het CBR, rijexamens af. Dus vanochtend ben ik even bij de collega's in Almelo op de koffie geweest. En wat vindt u tot nu toe van Almelo? Jullie moeten niet zo bescheiden zijn. Hartstikke leuke stad. En die vinkers, die moet je nou eens een keer opzij schuiven.